What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're jumping into something. Disaster Year 1672, Episode 1 out of 7, Part 1. Let's jump in. Let's check it out together. Let's see what we got. It's coming out from Mikhail. Much, much love. People in the Discord already knew exactly what this was. They said, oh, it's the year that everything that kind of went wrong. And what? Like, when you have a year that's known as the disaster year, it's probably not a year that I want to be around for. Let's jump in. Let's check it out together. See what we got. If you guys enjoyed, get on the show. Paul H. All the love in the world for the subs. I definitely appreciate you, sir. Let's go for a journey. Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan. 1672, het is erop of eronder. Met elke stad die valt onder de vijand, groeit de paniek en de woede onder de bevolking. De politieke leiders moeten het ontgelden. Een geschiedenis van rampspoed en veerkracht. 1672, het rampjaar van het jonge Nederland. Dit verhaal begint in Den Haag. Ruim twee decennia voor het rampjaar. Het is 1650. Hier aan het Binnenhof wordt een prinsje geboren. Een nieuwe lood voor de Oranjes. Maar niets wijst erop dat dit prinsje zal uitgroeien tot de machtigste vorst die de Oranje-dynastie ooit heeft gekend. Dat vind ik zelf altijd mooi. Het wiegje van Willem III is dan behangen met zwarte gordijntjes. Want ze zijn in rouw. En dat vind ik al zo'n ontroerend idee, dat het wiegje in zwart is. Weet je wel, kindjes, wiegjes zijn altijd in mooie kleurtjes. Maar van Willem III, zijn wiegje was in zwart. Een paar kamers verderop, in hetzelfde stadhoudelijk kwartier van het Binnenhof, lag het lichaam van Willem II opgebaard. Dat werd niet aan den volke getoond, omdat het zo afzichtelijk was getekend door de pokken. En dus in hetzelfde stadhoudelijk kwartier heb je dus een opgebaarde prins. En je hebt een prins die net geboren is. En dat allemaal in de duisternis van de rouw. Wauw! Later, in het rampjaar, zal Willem III op het schild worden gehezen als beschermer van het land. Maar bij zijn geboorte is de situatie compleet anders. In ongeluk geboren en in ongeluk opgegroeid, zo zegt Willem het zelf. Hij heeft dat grotendeels te danken aan die net gestorven Willem II, zijn vader. Die heeft vlak voor zijn dood de goede naam van de Oranjes ernstig in gevaar gebracht. En dat terwijl de Oranjes generatie op generatie bezig waren hun macht uit te breiden. We staan hier voor het oude stadhoudelijke kwartier. Dat strekte zich uit hier vanaf de Hofvijver tot aan eigenlijk over de hele lengte langs het Buitenhof. Dit was de plek waar de Oranjes resideerden in de 17e en 18e eeuw. En eigenlijk vanaf het begin dat zij hier zaten, dus vanaf het allereerste begin van de Republiek ook, zie je dat zij hun woonvertrekken meer status willen geven. En eigenlijk de eerste die dat doet is prins Maurits. Die bouwt hier de zogenaamde Mauritstoren. Maar die was ook echt als symbool van macht bedoeld. Van kijk eens, hier zit de belangrijkste vorst in de Nederlanden. Hier zit de stadhouder. Dit was misschien niet hun grootste en niet hun mooiste residentie, maar toch wel hun belangrijkste. Want ze zaten hier echt letterlijk in het centrum van de macht. Alle belangrijke instellingen van de Republiek, de Staten-Generaal, de Staten van Holland, die waren allemaal op deze paar vierkante meters gevestigd. Dus als je iets wilde betekenen in die Republiek, was dit dus ook de plek om te zitten. Stadhouders zijn unieke staatslieden in Europa. Ze gedragen zich als vorsten.
Maar Nederland is dan een republiek, dus ze zijn geen vorsten. De beginste is natuurlijk Willem van Oranje, de overgrootvader van Willem III. Daarna heb je oud-oom prins Maurits, opa Frederik Hendrik en vader Willem II. Als legerleiders strijden ze voor de onafhankelijkheid van de republiek. Als stadhouders vertegenwoordigen ze de verschillende provincies. En de stadhouders hadden hun eigen toegang tot het binnenhof, de zogenaamde stadhouderspoort. En zij waren ook de enige die deze poort mochten gebruiken. Oh, dus andere bezoekers moesten omlopen, maar de stadhouders die konden hier publicly de poorten direct entrance naar hun eigen kwartier toe. Onder aanvoering van de Oranjes heeft de Republiek zich in de 80-jarige oorlog bevrijd van het machtige Spanje. En halverwege de 17e eeuw laat het zich als een trotse natie zien. Een nieuwe tijd is aangebroken. Het tijdperk van de vrede. The Age of Peace. In 1648 staat de Republiek op het hoogtepunt van haar macht. De burgers zijn welvarend, de steden zijn welvarend. Amsterdam is een van de machtigste steden ter wereld. Een hele grote geletterdheid onder de bevolking ook. En dan komt die vrede. En die vrede is fantastisch. Die wordt echt vol vreugde binnengehaald. Maar de vraag was, wat is de Republiek eigenlijk zonder oorlog? Yeah, right. We've been at war for so damn long. Without it, what are we now? Exactly what are we? Because we've been, that's kind of been our thing for a while. Like, we've kind of been doing that. Oorlog. Dan is er een land ontstaan dat helemaal is gespecialiseerd in het voeren van oorlog. En allerlei reflexen zijn in het staatsmodel geslopen. En de belangrijkste daarvan is wel dat dat geld wat in de schatkist terechtkomt, dat dat grotendeels allemaal naar defensie gaat. En als het dan ineens vrede is, 1648, dan zeggen de mensen die geld verdienen, wij gaan bezuinigen op het leger. Het is vrede. We kunnen gewoon gaan bezuinigen op het leger. En legers zijn verschrikkelijk duur. Dus dat is zeg maar de economische lobby die vooral bestaat uit regenten uit Holland. We staan hier op de Dam voor het Koninklijk Paleis, maar in de 17e eeuw gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Begonnen in het vredesjaar 1648, het jaar dat de vrede met Spanje werd gesloten. En dat die vrede, dat was goed nieuws voor Amsterdam. Want vrede met Spanje betekent minder oorlogslasten en meer ruimte voor means internationale less cost handel. For everybody all around. Als je kijkt naar dit gebouw en de enorme proporties daarvan, dat zegt er iets over dat enorme zelfvertrouwen van Amsterdam en vertrouwen in de toekomst van vredestijd. It's fucking magnificent. In 1650 was dat stadhuis er niet af. En hier op het schilderij zie je het nieuwe stadhuis in aanbouw. Wow. En op de voorgrond allerlei volk, vaak ook in exotische kledij. Een verwijzing naar de wereldwijde handelscontacten van Amsterdam. Dit was het nieuwe centrum van de wereldhandel. Amsterdam heeft 80 jaar lang het leeuwendeel van de oorlogskosten gedragen. En het stadsbestuur wil daar nu eindelijk vanaf. Maar daarmee komt het lijnrecht tegenover Willem II te staan. Want die is net na het tekenen van de vrede de nieuwe stadhouder en legerleider geworden. En welke legerleider wil bezuinigen op defensie? Willem II wordt stadhouder in 1648 en dat deden ze bewust. Want ze wilden dat de vrede al eigenlijk gesloten was voordat hij stadhouder werd, zodat hij niet nog roet in het eten kon gooien. Want Willem II was heel erg tegen die vrede. In een brief aan een vriend is hij er nogal duidelijk over. Ik wou dat ik alle schurken die de vrede gesloten hebben de nek kon laten breken. Hij was een jonge man, begin 20. En hij wilde zich heel graag bewijzen about the whole op het peace thing. Hij wilde een militair zijn, net zoals zijn voorvaderen voor hem. Willem II had ook het gevoel dat heel veel van zijn reputatie of zijn macht lag als militair leider, als kapitein-generaal van het Republikeinse leger. En in tijd van vrede heb je een kapitein-generaal niet meer nodig.
Dus het feit dat er vrede werd gesloten en dat dan het leger veel minder groot zou worden, voelde voor hem als een rechtstreekse aanval op zijn gezag, op zijn macht in de republiek. Bezuinigen op het leger. He kind of saw it a whole different way than everybody else, didn't he? In het land. De republiek is een bondgenootschap van behoorlijk autonome gewesten die zich van de Spanjaarden hebben losgemaakt. De politieke besluiten over het leger worden gezamenlijk genomen in de Staten-Generaal. Maar nu het vrede is, gaat dat heel moeizaam. Holland in het westen wil bezuinigen op het leger. Maar de andere 6 provincies zien dat helemaal niet zitten. Dat is eigenlijk Willem II en de provincies aan de landgrenzen tegenover de provincie Holland. De provincie Holland betaalt 58% van de oorlogskosten. De stad Amsterdam betaalt daar de helft van. En die willen dat leger afdanken tot een veel kleiner aantal. Want ze denken, het is vrede, we hebben al die soldaten helemaal niet meer nodig en het kost ontzettend veel geld. In Amsterdam zijn de belangrijkste rivalen van de prins, de gebroeders Bikker. Andries en Cornelis Bikker zijn rijke en machtige kooplieden en ook burgemeesters van de stad. Zij willen fors bezuinigen op het leger. Het gaat om hun eigen geld. Ze willen daar zelf over beschikken. Not only that, but you've been raising money for so long for war. Surely we have some money set around for certain things that we needed for war that could be used elsewhere in making this country great. Like that could be awesome in building new things, getting it ready to be a non-warring country. I don't know. A lot of things go through my mind. I could see why people wouldn't want it to end, but at the same time, I could see why they would kind of want to go a more normal route. Go legit, if you will. Ze probeert aanvankelijk nog de Bikkers voor zich te winnen door ze te paaien met baantjes, met cadeautjes, met aardige brieven. Maar dat sorteert allemaal geen effect. En ook een bezoek van Willem II aan Amsterdam krijgt hij niks gedaan. En dan zint Willem II op andere plannen, namelijk een rigoureuzere aanpak om Amsterdam eronder te krijgen. Als eerste zet de prins een middel in dat sterk in opkomst is en later een verbijsterende rol zou krijgen in het rampjaar. Een pamflettenoffensief. Willem II die besluit tegelijkertijd ook een publiciteitscampagne te beginnen om de publieke opinie aan zijn kant te krijgen. En die campagne bestaat eigenlijk uit het verspreiden van nepnieuws. Bijvoorbeeld een verdrag dat zou zijn gesloten tussen Amsterdam en de Engelse Republikeinen, waardoor Nederland verzeild zou raken in een grote internationale oorlog. Of prentjes over de zogenaamde Bikkerse beroerte, over de tirannie van de Bikkers in de stad Amsterdam. Maar de tegenpartij die antwoordt met weer andere pamfletjes, die zijn gericht juist tegen Willem II. En op die manier ontstaat er dus in die zomer ook echt een mediaoorlog tussen Willem II en zijn Hollandse tegenstanders. Ook de lastercampagne krijgt de Amsterdamse burgemeesters niet op de knieën. Het conflict escaleert compleet. Amsterdam besluit soldaten te ontslaan. Andere Hollandse steden doen met ze mee. Geheel tegen de wil van de prins en van de Staten-Generaal. Uh-oh. En dan denkt de Staten-Generaal, of dan zeggen ze, dat de provincie Holland dus een conflict slaat tussen zichzelf en de andere provincies en daarmee het bondgenootschap schade toedient. En Willem II krijgt dan van de Staten-Generaal toestemming om het conflict op te lossen en de provincie Holland weer samen in het bondgenootschap te trekken. Eigenlijk te straffen. Maar hoe hij dat doet, had niemand aanzien komen. De stadhouder laat allereerst de burgemeesters en pensionarissen van Haarlem, Hoorn, Dordrecht en Medemblik arresteren. Hij noemt ze staatsgevaarlijk. Dit was de staatsgevangenis van de Republiek. Dan moet je dat voorstellen als de Bastille van Parijs of de Tower of London, zoals Loevestein. Thank you.
Die burgemeesters van die belangrijke Hollandse steden, die hadden een conflict met Willem II. Hij weet dat ze samenkomen in de Staten-Generaal in Den Haag. En tijdens die bijeenkomst vraagt hij ze één voor één in zijn kantoortje. En dan laat hij ze oppakken en sluit hij ze op hier in Loevestein in de staatsgevangenis. We zijn nu in een van de cellen waar de gevangenen gevangen werden gezet in 1650. Er zijn er verschillende. We weten niet precies wie waar zat. Sommige gevangenen wel, maar we weten wel dat dit dus een van die cellen was waar ze werden opgesloten. En deze ruimte, best groot, was dus voor één persoon, maar het waren natuurlijk geen gewone boeven, het waren politieke gevangenen. Dus vandaar dat ze een aantal privileges hadden, waaronder een ruime cel. Maar je moet niet denken dat het hier een pretje was, want het was hier tochtig, koud en je bent natuurlijk je vrijheid kwijt. Je zit hier opgesloten. Met de Hollandse burgemeesters achter slot en grendel richt Willem II zich weer tot Amsterdam. En dan komt hij tot een doldrieste actie die nog lang nagalmt in de Republiek. Kijk, dit zou hem kunnen zijn, hè? Ja. Voor mij is dit hem. Hij staat hier, volgens mij. Dit is Oude Kerk met de Amstel aan die kant. En we zien ook soldaten, poppetjes hier. Pikiniers, volgens mij, en cavalerie. Het zijn de troepen van Willem II, die in de zomer van 1650 hier in Oude Kerk neerstreken. Ze zitten een beetje licht verveeld, staan ze hier in Oude Kerk. In afwachting van instructies van Willem II. Willem II die besluit om het rigoureuze aan te pakken en de stad met militair geweld te gaan innemen, te gaan bezetten met zijn troepen. En dat plan heeft hij bedacht samen met zijn neef Willem Frederik. En het idee is om 's nachts troepen vanaf de Wageningse Heide via het Gooi naar Amsterdam te laten trekken, zodat ze in de vroege ochtend, als niemand het door heeft, de stadspoorten binnen kunnen gaan, met hun troepen richting de Dam trekken. De burgemeesters bij wijze van spreken arresteren en hun plannen alsnog doordrukken. De aanval op Amsterdam en het conflict in 1650 is eigenlijk het dichtst bij een burgeroorlog wat de Republiek geweest is. Ja, de mensen waren verbijsterd. Dit kan de prins niet maken. Dit gaat echt rechtstreeks in tegen de rechten en de onafhankelijkheid van de provincie en he's van de steden. Doing it though. Zo driest als het plan verzonnen lijkt, zo ondoordacht blijkt het ook te zijn. De troepen van Willem Frederik raken hopeloos verdwaald in de bossen en moeten hergroeperen. In het donker worden ze opgemerkt door een passerende postkoets die het nieuws van het oprukkende leger razendsnel weet door te geven aan Amsterdam. We staan hier aan de Amstel bij de Blauwbrug. Dit is de plek waar Amsterdam in de 17e eeuw eindigde. Hier lagen de stadsmuren en de troepen van Willem II lagen daarachter verderop aan de Amstel. Maar de poorten zijn dicht en de bruggen zijn opgehaald. Er staan kanonnen hier op de stadswallen. Dus er is absoluut geen kans om Amsterdam binnen te trekken. En de troepen blijven dus daarachter verderop wachten op nadere instructies. Holy shit. De verrassingsaanval op Amsterdam is mislukt. Als Willem II het nieuws per snelpost ontvangt, acteerde hij zo schrikkelijk dat hij van de tafel opstond en de brief met voeten stampte. Hij gaf meteen de opdracht de stad dan maar te belegeren. Sounds like an easy thing to do, save from sitting behind a desk somewhere else. Kijk, dit is een kaart van Amsterdam. En die toont de situatie tijdens dat beleg. We zien het IJ hier. En hier is het noorden. Wij zouden de kaart eigenlijk andersom zien. En overal om de stad heen liggen troepen. En niemand kan de stad meer in of uit. En het IJ liggen oorlogsschepen, die waren van de stad.
om te voorkomen dat Amsterdam ook vanaf de zeekant zou kunnen worden aangevallen. En Amsterdam had ook een aantal dijken in dit gebied laten doorsteken en onderlopen om te voorkomen dat die troepen dichter bij de stad zouden kunnen komen. Dus de stad is van alle kanten ingesloten, er kan niemand meer in of uit. En dat betekent ook voor de handel dat het onmogelijk is voor Amsterdam om te functioneren. Dus die stad wil zo snel mogelijk van die belegering af. But I mean, you technically would be alright for a little while. Mooie plannen zijn mislukt en het is toch vrij gênant tot hij daar in Amstelveen zit af te wachten met zijn troepen. Dus de beide partijen hebben belang bij onderhandelen. En dat doen ze dan ook al heel snel, na een paar dagen even verderop aan de Amstel, beginnen ze te onderhandelen en dan komt het tot een soort compromis. Dat eruit bestaat dat Amsterdam belooft die bezuiniging op het leger niet langer te zullen steunen. Precies wat Willem II wil. En Amsterdam gaat akkoord met het verwijderen van de gebroeders Bickers, de belangrijkste regentendynastie uit Amsterdam, uit de regering. En dat betekent in feite dat zij worden gewipt uit de ambten door rivaliserende families hier in Amsterdam. Want er waren allerlei families in Amsterdam die dachten, we kunnen dit beleg ook wel eens gebruiken om die Bickers uit de ambten te krijgen, zodat wij eens een keer op het kussen kunnen komen. En de Bickers worden dus eruit gezet. En dat betekent ook dat Willem II terug kan naar Den Haag en daar vrolijk de overwinning kan claimen. Everybody want to get one up. Wat hij graag had gewild. En dan is er een situatie ingetreden waarvan je inderdaad goed kunt zeggen dat Willem II heeft gewonnen. Hoe lullig die staatsgreep er ook uitzag. Maar men is daadwerkelijk geïntimideerd, want het Nederlandse leger is tegen de wettige regering ingezet. En heeft die regering klein gekregen. En het is een hele bedreigende situatie. Het is, de Nederlandse Republiek is gewoon in 1650 een bananenrepubliek geworden. Je kunt er niks anders van maken. Op Loevestein zijn de gevangen Hollandse burgemeesters flink onder druk gezet. Ze worden gedwongen afstand te nemen van hun posities in de stadsbesturen en moeten beloven nooit meer als burgemeester terug te keren. De opsluiting van die politiek gevangenen, die duurde maar 2 weken. Maar dat heeft heel veel impact gehad op de mensen in de Republiek. En je ziet dat er op een gegeven moment een naam ontstaat, de Loevesteinse factie, wat op een gegeven moment uitgroeit tot een soort geuzennaam, dus de Loevesteiners. De Loevesteiners staan voor de kant van de Republiek die de macht van het Huis van Oranje beperkt wil houden. De staatsgezinden. De bekendste Loevesteiner is Jacob de Wit, burgemeester van Dordrecht. En de vader van Johan en Cornelis de Wit. Twee broers die later in het rampjaar een dramatische rol gaan spelen. Zij zullen hun vaders arrestatie door de prins nooit vergeten. Als je in Loevestein gevangen werd gezet, dan was dat omdat je een landverrader was. Johan en Cornelis, die proberen de reputatie van hun vader proberen ze te redden. Hij is geen landverrader. We already know what happens to them. Ze mogen niet de prins beschuldigen. Want er is censuur. Dat durven ze niet. Maar ze proberen wel hun vader te verschonen. Gedenk Loevestein, zou Jacob de Wit zijn zoons meermaals hebben toegesproken na zijn vrijlating. Gedenk Loevestein. Deze staatsgreep is een litteken dat nog decennia lang zal duren. Een trauma, echt wel een trauma, omdat ineens duidelijk was dat die prins van Oranje zomaar misbruik konden maken van hun functie als opperbevelhebber. En blijkbaar waren de Oranjes niet bij machten om weerstand te bieden tegen de verleiding van de macht. Een staatsgreep in vredestijd. Met wapengekletter heeft Willem II zijn stempel op de Republiek weten te drukken en zijn tegenstanders de mond gesnoerd. En
En dan gaat hij even weg uit de politiek. Hij gaat naar zijn buitenverblijf in Dieren, in Gelderland. En dan gaat hij in het najaar van 1650, gaat hij daar vakantie vieren. Hij gaat op jacht. En dan wordt hij ziek. En dan krijgt hij koorts. Maar uiteindelijk wordt hij echt, echt heel ziek. En wordt hij per trekschuit naar Den Haag vervoerd. En zijn vrouw Mary mag niet bij hem komen, want de pokken is ontzettend besmettelijk. En zij is op dat moment hoogzwanger van hun kind. Dus die willen ze ook, echt koste wat het kost, beschermen. Dus Willem II is eigenlijk in totale eenzaamheid gestorven. En dan zie je dat in die bananenrepubliek, die labiliteit, dat zwaait ineens helemaal de andere kant op. Dus eerst was het Oranje lag boven, maar nou Oranje is gevloerd. Willem II, 24 jaar oud, is gestorven. Ja, dan ineens, dan kunnen zelfs de meest rustige regenten gewoon een vreugdekreeg niet onderdrukken. Want nou zijn zij aan de beurt. En ook dat er nou ineens een mogelijkheid is om het lot van het land zonder inmenging van Oranjes zelf gestalte te geven. Willem III wordt geboren op een dieptepunt eigenlijk voor het Huis van Oranje. Want het was voor het eerst dat het Huis van Oranje geen mannelijke volwassen leider had. Er was altijd een volwassen stadhouder, volwassen prins van Oranje, die stadhouder kon worden. En ze waren wel heel blij dat er een jongetje nu was die in de toekomst stadhouder zou kunnen worden, die weer prins van Oranje was. Maar het was een baby. En dus het Huis van Oranje zat zonder mannelijke leider. De vingers van sommige regenten die jeuken echt. En dat blijkt ook al heel snel. You know they did too. People just waiting in the wings for him. De dood van Willem II komt er een vergadering, de grote vergadering, die zo'n 9 maanden duurt. Ja, het wordt uitgeroepen door Holland en dan worden alle provincies worden uitgenodigd. En dan wordt eigenlijk een nieuw bestel wordt in de stijgers gezet. En Holland die schaft het stadhouderschap af en die zegt, we hebben geen kapitein-generaal nodig. En nou, en dat zijn de eerste stevige happen die uit de machtsbasis van de Oranjes worden genomen. Holy crap. De verhoudingen aan het binnenhof zijn compleet omgeslagen. De regenten zijn aan zet. Right here is where we have to pause. I want to keep going, but I don't want to get too damn deep into it. We won't have anything left over for tomorrow. If you guys enjoyed it, make sure you get on show part 8 some love. Hey, when it comes to anything in life, any kind of things that have gone out there historically, there's always somebody waiting in the wings. There's always somebody that wants to get somebody else, wants them to die, wants to get them killed, wants to assassinate them themselves. There's always some kind of crazy things that are going on. So I'm sure that everybody, when they saw him with smallpox, was like, yes, ha ha ha, for my own evil deeds. Like crazy, crazy stuff. Definitely not a time that I want to be around. Let's jump into it. The next one tomorrow, for sure. I will see you guys over here. Till the next one, I'm out of the combustible. You guys be happy, healthy, safe. We'll be to the moon and back.